Met dit ding stuur ik. Ja. Oké. Gaat dan best hard. Voor ons is het natuurlijk kleine moeite, maar waarschijnlijk voor hun is het een hele mooie dag. Ira heeft zuurstoftekort gekregen, dus hij heeft een hersenbeschadiging. Bij de geboorte is dat er gebeurd. Hij kan niet lopen, niet echt zelfstandig zitten. Daarvoor zit hij in een rolstoel. In de hoek. Ja, lekker. Eigenlijk al vanaf heel jong al was Ira altijd met een bal aan het spelen, zover hij dat kon. Hij zuigt dat allemaal op, hij kent alle spelers, hij weet alle voetbalclubs, hij weet de logo's. Ik wilde graag op voetbal omdat het mijn favoriete sport is. Zijn vader is ook een ontzettende voetballiefhebber. En op een gegeven moment zei hij, ja, voetbal is mijn droomsport. Dat wil ik doen. Oh, die gaan we pakken. Ja. Mijn man heeft toen een mail gestuurd naar Heracles. Zullen we het mogelijk maken dat kinderen met een loopbeperking of die echt in een rolstoel zitten, dat ze toch kunnen voetballen? Dat zij ook volkssport nummer 1 kunnen doen en voor kinderen hier in Almelo en in de regio. Waar verheug je nu het meest op? Dat ik een leuke training heb. Ja. Veel scoren, hè? Ja. Heracles zei, kom op gesprek en we gaan kijken wat er mogelijk is. Ja, die waren meteen enthousiast. Met elektrisch rolstoelvoetbal train je in een sporthal. Dat doen we 1 keer in 2 weken. We hebben een verrassing voor jullie. We mogen trainen hier in het stadion. Ja! Mooi! Yes! We hebben nog een verrassing voor jullie. We gaan naar 2 spelers van Heracles, die gaan met jullie meetrainen. Geef ze een applaus. Justin de Radio. Jou ken ik al. Heracles heeft ook geregeld dat het hele voetbalteam mee mocht doen met de line-up bij een wedstrijd van Heracles. Prachtig initiatief. U ziet de speciale mascottes vandaag. Dat was zo'n mooie ervaring voor de kinderen. Die mensen gingen klappen en het voelde echt voor ons. Het voelde net alsof ik een prof voetballer was. Met dit ding stuur ik? Ja. Oké. Gaat dan best hard. Voor ons is het natuurlijk kleine moeite, maar waarschijnlijk voor hun is het een hele mooie dag. Zo. Oei. We hebben 2 keer vandaag getraind, maar dit was wel het mooiste voor mij. Ja, om die jongens gewoon zo blij te maken, is gewoon mooi. Goeie bal, Jera. Ga jij maar. Ga maar door. Lekker, jongen. Goeie bal. Maak je. Hey, pak je mee af, Petrus. Ja. Lekker, jongen. Ik vind het fantastisch dat Heracles dit mogelijk maakt. We willen jullie bedanken dat we met jullie mochten meespelen, jongens. Dus een kleinigheidje. Ja, ook zo maatschappelijk betrokken zijn. Ze hebben meerdere projecten en dit project hebben ze zich echt aan verbonden. Hebben ze zich echt hard voor gemaakt. Ik heb nog iets voor jou. Schoenen. Daarmee heb ik gescoord tegen Ajax, mijn eerste goal voor Heracles. En tegen Twente ook. Ja. Zo, goed om je te zien. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.